Midden in de nacht naar huis. Stil op de weg. Radio aan. Klinkt nergens zo goed als in mijn Swift. Ik heb hier de sleutel. En? Dat valt ik nooit tegen. Heerlijk. Maar wat is nou die magie van het 's nachts rijden? Dat je alleen bent in je tweede huis, zeg maar, in je auto. En maar waar denk je dan aan? Aan alles van de dag. Het programma wat je gedaan hebt, je radioprogramma, de reacties daarop. Hoe ben je dan bij de radio terechtgekomen? Ja, solliciteren, solliciteren, nog eens solliciteren. Wou je dat altijd toch graag? Ja, heel graag. Als kind al wilde ik altijd wel bij radio. En hoe zit het dan met radio en autorijden? Ja, maar kijk, als je in de auto zit en je doet de radio aan, je favoriete radiozender, dan komt het toch allemaal samen. Dat is toch een mooi moment. Zullen we niet even muziekje gaan luisteren? Zullen we wat doen? Die nieuwe Swift, rijdt die lekker? Ja, die nieuwe... Moet ik doorschakelen. Die nieuwe Swift, die ligt als een... Echt een volwassen auto op de weg, kan je anders zeggen. Heet je eigenlijk echt Jan Paparazzi? Nee. Wat is je echt? Eigenlijk heet ik Jan Zwart. Maar niet verder vertellen hoor. En je bent best wel een prater. Maar hoe kan het dan dat iedereen jou eigenlijk kent als de man van de stem? Dat is het grote geheim van de showbiz. En? Heerlijke auto, maar ik ben ook toch wel weer blij dat ik thuis ben. Want het is laat en ik ga er lekker in liggen. Hasta la pasta.